CBN Prime Alert van vrijdag 12 december 2014. Uw aandacht voor de headlines. Liever anticorruptiewet dan wet constitutioneel hof. Invloed van globalisering op profiel politieambtenaar. ADEC studenten wint award voor beste afstudeerverslag over water. Ootje aangehouden, inspecteur buiten functie gesteld. Sportveld Houtuin krijgt ook kunstgrasveld. 19-jarige jager gewond na afvuren wapen. 17e Family Christmas Show, Balletschool Malene. En toekomst in rozen voor Suriname. Kijkers, zoals we gisteren reeds aangaven, stonden er 6 belangrijke wetten op de ter behandeling hier in Landsvergaderzaal. Maar vanwege het gebrek aan quorum is dan is de vergadering niet doorgegaan. En we praten vandaag ook hierover met DOE-voorzitter, tevens DNA-lid, de heer Karel Breveld. Heer Breveld, moest u ook gisteren onverrichter zaken vertrekken? Nou, het was zo dat tijdens de huishoudelijke vergadering het een hele toestand was van schorsing op schorsing op schorsing en onduidelijkheid. En het leek mij, waar het praat over wantrouwen, wat speelde. Ik zag mijn tijd gewoon gaan. En ik vond dat vervelend. Ik vond dat lastig. Ik heb daarom toen ook besloten, omdat ik andere afspraken had, van ik vertrek. Ik heb dus de huishoudelijke vergadering op een gegeven moment verlaten. En ben toen gegaan om andere zaken te doen. De bedoeling was om dan weer terug te komen. Maar wat bleek toen? De vergadering is toen verdaagd. En toen ik er kwam, toen was de openbare vergadering ook alweer niet doorgegaan. Omdat er 23 mensen waren die hadden getekend. Ik vind het jammer, laat me zeggen, puur nationaal gezien. Ik vind dat we soms in dit land onnodig veel tijd verliezen. Ik ga voor een beetje constructieve benadering van zaken. Dus het stoort me mateloos hoor, dat we op zo'n manier omgaan met toch een zaak die ons in handen is gelegd. Namelijk te zorgen dat er wetten gemaakt worden in dit land en dat er heel concreet gekeken wordt naar wat er in Suriname gedaan kan worden als parlement. En het lijkt mij toch een beetje een mindere situatie. Dus wat dat betreft denk ik een dieptepunt zeker, dit wat zich voltrekt. Tegelijkertijd is het zo dat natuurlijk aan alle kanten gekeken moet worden naar zaken. De ondersteunende fracties die moeten zichzelf behoorlijk grondig onderzoeken, omdat zij duidelijk niet in staat zijn om zaken te realiseren. Een ander ding wat voor mij heel erg belangrijk is dat ik het pijnlijk vind dat bijvoorbeeld een constitutioneel hof wordt geplaatst op de agenda, terwijl de anticorruptiewet al tijden achterblijft en al lang op de agenda had moeten staan. Als je het mij vraagt, is de anticorruptiewet een hogere prioriteit dan het constitutioneel hof. En ik ben voorstander van een constitutioneel hof op basis van de grondwet, maar ik vind niet dat het op dit moment inderdaad zo belangrijk is dat het daar moet staan. Dus wat mij betreft mag men liever de zaak omgooien en de anticorruptiewet als een van de hoogste agendapunten plaatsen, gezien ook de manier waarop corruptie en verkwisting van middelen van de staat zich voordoen in ons land. Ziet u dat het nog goed komt in DNA voor de resterende maanden die nog voor ons staan? Nou, als ik zie hoe het gedrag zich manifesteert, dan ben ik bang dat dat niet echt iets zal opleveren in de komende periode. Omdat de scherpe benadering van parlementariërs naar elkaar toe toch niet erg hoopgevend is. Heer Breveld, ik wil toch ook even graag uw mening, maar dan meer ook als DNA-lid en als DOE-voorzitter. We zien dat een bepaalde krant vandaag schrijft dat OAS aangeeft dat voor wat ook onze kinderen gaan in Suriname, hun toekomst niet zo rooskleurig is. Wat zegt u hierop? Ik denk dat het veel beter kan voor wat betreft onze kinderen. Ik ben juist vandaag weer geconfronteerd met een geval waarbij een kind gestorven is in een opvanginstelling, in een kinderdagverblijf, in een crèche.
En als dat soort dingen gebeuren, dan word je nog eens een keertje met de neus op de feiten gedrukt dat de wet opvanginstellingen die wij hebben aangenomen en waarvan ik ook deel uitmaakte in de commissie van rapporteurs, dat het dringend nodig is dat die wet werkelijk operationeel wordt. En dat betekent dat middelen die moeten worden vrijgemaakt, want dat is een van de problemen, middelen die moeten worden vrijgemaakt voor met name het trainingstraject om de opvanginstellingen op dat niveau te krijgen, de standaarden zoals die in de wet genoemd worden, dat die middelen niet worden vrijgemaakt. En ik vind het op zijn plaats om het vandaag nog eens een keer te zeggen. Want hoeveel betrokkenheid is er dan vanuit de regering bij wetten die worden aangenomen, in uitvoering moeten worden gebracht, maar die blijven steken gewoon omdat er een raadsvoorstel ligt wat niet wordt behandeld en het trainingsteam klaar zit om de mensen in de tehuizen te versterken, toe te rusten, zodat de kwaliteit omhoog kan gaan. Dan zeg ik van ja, guns, we laten inderdaad het liggen, als ik daarnaar kijk. En dat zijn dan weer kinderen onder andere, want het zijn onder andere ook kinderen die in die opvanginstellingen zitten. Maar ik denk sowieso dat als we praten over kinderen de kwaliteit kan beter, dan denk ik direct ook aan gewoon de gezinnen waar de kinderen uit voortkomen. En dan is waar ik altijd voor pleit, die gezinsversterkende programma's, weet je, die opvoedingsgerichte programma's. Programma's die kunnen helpen dat ouders beter in staat zijn om hun kinderen op een goede manier te laten opgroeien. Daarnaast natuurlijk wat we in onderwijs nog meer kunnen stoppen. Dat moeten we zeker doen. Wat we nog meer kunnen stoppen in sport. Het zijn dingen die allemaal van belang zijn. En hier gaat het om prioriteiten. En voor mij is het kind en onderwijs en opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen een hoge prioriteit. Ik ben zelf ook lid van de vereniging van parlementariërs voor kinderen en jongeren. En daarin proberen we ook een kleine bijdrage te leveren om de kwaliteit van bepaalde jongeren en kinderen omhoog te trekken. En vanuit dat oogpunt gezien denk ik dat de opmerking van OAS zeer serieus genomen moet worden. We moeten er niet eventjes overheen gaan en zeggen, ach ja, dat is weer geweest. Maar dat we het zien als een serieuze vingerwijzing dat er veel meer gedaan moet worden als we denken aan onze kinderen in ons land. Maar het beleid naar onze kinderen toe, hoe vriendelijk is dat? Nou, ik weet dat er een speciale commissie is benoemd door de president, onder leiding van mevrouw Lilian Ferrier. Die heeft een rapport uitgebracht. En in dat rapport staan er ook al een aantal dingen die we ook al lang wisten. Maar het gaat natuurlijk om de aanpak. Hè? En ik vind dat die aanpak toch een beetje traag verloopt. Ik weet niet wat het is. Misschien zijn er ook weer middelen die daar spelen. Ik vraag me af ook hoe die commissie zich verhoudt met de verschillende departementen die te maken hebben met kinderen en jongeren. Want ik vind dat dat met name dat integrale tot zijn recht laat komen. En als we praten over inderdaad de benadering van zulke zaken, dan hebben we echt een integrale benadering nodig. Dus ik denk dat het belangrijk is ja, dat die commissie die dan door de president is benoemd, dat die toch ook een stand van zaken doorgeeft van wat ze tot nu toe heeft gedaan of niet heeft kunnen doen. Want dan kunnen wij ook als parlementariërs aan de bel trekken en druk uitoefenen, zodat de dingen die zij hadden willen doen, dat die ook werkelijk gedaan worden in het voordeel van onze kinderen. Maar wat ziet u dat wel gedaan is? Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik weet dat ik heb mevrouw Ferrier beluisterd en ik weet dat ze bezig was met een paar projecten, onder andere in districten, et cetera. Maar dat is natuurlijk wat zij dan gezegd heeft in de pers. Maar wat ik bedoel te zeggen is, ik wil die dingen zien op papier. Dit gerealiseerd, dat gerealiseerd, dat gerealiseerd, dat nog niet, dat zal nog moeten. We mogen deze termijn uitzetten, et cetera. Ik wil dus de officiële verslaglegging. En dat heb ik nog niet gezien. Dus ik hoop van harte dat dat nog komt. Helemaal duidelijk. Dank u wel, heer Breveld. Graag gedaan. Het Korps Politie Suriname heeft vandaag een lezing georganiseerd met als titel De invloed van globalisering op het profiel van de ambtenaar van politie. En we praten hierover met de plaatsvervangend korpschef, mevrouw Agnes Daniel. Mevrouw Daniel, de invloed van globalisering op het profiel van de ambtenaar van politie. Welke invloeden heeft dat allemaal? Nou, als we weten dat globalisering, wat globalisering inhoudt,
En als we in ogenschouw houden dat de politie midden in de samenleving staat en ten dienste van de samenleving moet zijn met een stukje taakstelling, dan is het bijna logische verband te leggen dat als iets zich in de omgeving waarin de politie moet opereren verandert, dat invloed zal hebben op hoe de politie zijn werk moet doen of kan doen of zal doen. En we denken bijvoorbeeld in het kader van de criminaliteitsbestrijding en de grensoverschrijdende criminaliteit. En dat betekent dat voor de politieambtenaar of voor de politieorganisatie een extra andersoortige inzet. He, het is anders dan criminaliteit lokaal. Je krijgt voor wat betreft onze werkzaamheden, onze taakstelling, krijg je, als je naar de globaliserende wereld kijkt, krijg je dan dat we die ontwikkelingen doorwerken naar de wijze waarop wij onze professie moeten uitvoeren. Ja. En welke positieve ontwikkelingen zou u zeggen dat het dan heeft op de ambtenaar van politie? Een van de positieve dingen is de ontwikkeling van de technologie. Want dat betekent, om met een voorbeeld van doorwerking te gaan, hè, dat betekent dan dat je als organisatie die technologie ook kan inzetten voor de verbetering van jouw performance en jouw productiviteit. Maar zijn er ook negatieve kanten aan deze hele globalisering? Ja, ik noemde al net al de criminaliteit die dan ook grensoverschrijdend wordt, anders van aard wordt, andere dimensies krijgt. Je krijgt dingen als de drugscriminaliteit wordt anders, de geweldscriminaliteit heeft een andere dimensie. De dreigingen voor wat betreft cybercriminaliteit. Dat zijn allemaal dingen die ook wel zijn invloed hebben op hoe de politieorganisatie en de politieambtenaar er middenin staat. Ja. En hoe probeert dan de politieorganisatie toch het hoofd te bieden? Een van onze activiteiten binnen globalisering is samenwerken, netwerken. Samenwerken lokaal met andere organisaties die een stukje veiligheidstaakstelling hebben. Maar ook internationale partnerschappen aangaan met andere veiligheidsorganisaties. Maar ook binnen internationale en regionale organisaties die in hun doelstellingen veiligheid dragen. Ja. En wat is in feite toch wel de belangrijkste reden geweest om deze lezing te organiseren? Dit is een initiatief van een groep inspecteurstudenten. En in het kader van hun eigen vorming, hè, we zijn gestart binnen onze politieonderwijs te hervormen. En de omslag te maken naar competentiegericht onderwijs. En zij wilden met het organiseren hiervan aantonen dat ze een paar van de competenties die heel belangrijk zijn, te hebben verworven, ontwikkeld. Hè, dingen als samenwerken, netwerken, organiseren. Hè, dat is één kant van de doelstelling. Maar de andere kant, de inhoudelijke kant, is dat we met het resultaat hieruit zullen we verwerken in met name het stukje HRM-beleid. Want het ging over het profiel van ambtenaren van politie. Hè. Dus in het stukje HRM-beleid om te komen tot de meest ideale situatie als het gaat om de competenties die je wil ontwikkelen om effectief te kunnen zijn in je taakstelling. En die hele globalisering, heeft dat ook zijn invloed op de relatie tussen de politie en de gemeenschap? Nou, als je bedoelt de internationale gemeenschap zeker, want je hebt dan ook de lokale. Ja, want je hebt dan niet alleen te maken met jouw eigen mensen, maar ook mensen die, gegeven de globalisatie, heb je een grotere mobiliteit van mensen, grenzen vervagen, zeggen we, de wereld wordt kleiner. En het heeft ook op de burgerij heeft globalisatie invloed, want met behulp van de technologie is de wereld helemaal in je huis. Je kunt ontwikkelingen makkelijker volgen. Je kunt ook zelf ontwikkeling brengen voor jezelf. En dat maakt dat onze burgers bijvoorbeeld mondiger worden, meer weten wat er zich afspeelt aan gebeurtenissen en ontwikkelingen wereldwijd. En ook meer steeds gaan beseffen welke rechten zij als burger kunnen exerceren. Maar we hopen ook dat ze beseffen dat om gewoon met de toegang die ze hebben tot kennis, dat er een stukje gezagsorgaan is als het gaat om veiligheid en wat hun houding tegen dat gezagsorgaan moet zijn. Ja. En zegt u ook dat de gemeenschap nu ook kritischer is tegenover de politie?
Absoluut, dat merk je dagelijks. Mensen hebben gewoon meer informatie. Mm-hmm. En op basis van de beschikbaarheid van informatie kunnen ze kritischere standpunten innemen, argumenten delen en hun mening ventileren. Ja. Wat hoopt u dat deze lezing mag bijdragen voor met name de mensen die dit vandaag hebben bijgewoond? In de eerste plaats hopen wij dat zij, verwachten we, dat ze het met de collega's die er niet waren, delen. Dat de kritische kanttekeningen die gemaakt zijn, dat zeker verwerken. Er is bijvoorbeeld gepraat over een stukje meer betrokkenheid van medewerkers bij het ontwikkelen van beleid. En dat ze dat daadwerkelijk gaan demonstreren. Merkt u dat er toch wel een vraag is naar dergelijke lezingen? Nou, ik heb geen concrete informatie, maar ik weet wel dat politieambtenaren heel erg veel behoefte hebben aan informatievoorziening. En een van de instrumenten die je kan gebruiken voor informatievoorziening is bijvoorbeeld een dag van lezingen organiseren. Maar ook het normale werkoverleg is een manier van informatievoorziening die we gebruiken. En daarnaast heeft de korpsleiding regulier structureel in het jaar met de verschillende echelons overlegmomenten waar de agenda open is en allerhande zaken besproken kunnen worden. Helemaal duidelijk. Plaatsvervangend korpschef Daniel, dank u wel en heel veel succes. Dank u wel en graag gedaan. De pas afgestudeerde ADEC-studenten Santusha Mahabir is vandaag uitgeroepen tot winnaar van de eerste Water Award in Suriname. Ze heeft als prijs 3000 SRD ontvangen voor het beste afstudeerverslag over water. Dat gebeurde in de Suralco Corner House aan de waterkant. Het Waterforum Suriname is in samenwerking aangegaan met de faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname om studenten te stimuleren zich te verdiepen in duurzaam waterbeheer. Net te kijken waar dat gebouw precies staat. En u ziet, dit is een historisch pand. Dit is ook een historische gelegenheid. 2 jaar Waterforum hier op deze locatie opgericht. Zoals al gezegd door de secretaris Waterforum Suriname. Die staat voor het bevorderen van duurzaam waterbeheer in ons land. Duurzaam, duurzaamheid. En waarom? Omdat wat wij doen, willen we zo goed doen dat ook de generaties die na ons zullen komen, daar ook profijt van hebben van het verantwoord beleid dat wij hebben ontwikkeld. De verantwoorde uitvoering, de verantwoorde aanpak van water in ons land. Het is een natuurlijke hulpbron, het is door God gegeven. En hoe gaan wij ermee om? En daar zijn we eigenlijk niet helemaal blij mee, zoals de voorbeelden net al genoemd, wat wij met onze eigen natuurlijke hulpbron, water, zoals wij dat, wat we ermee uithalen, zou je haast willen zeggen. Daar moeten we toch een stuk beter over nadenken. Water verbindt ons. Waterforum Suriname is een netwerk van waterprofessionals. En één ding, de passie voor water, dat spreekt van alle mensen. Dat letterlijk druipt ervan af als we het over water hebben. En ik weet zeker dat u dat meevoelt. Want u bent ook gekomen naar zo'n gelegenheid om met het Waterforum Suriname na te gaan onze toekomst van water. Passie voor water. Een netwerk van waterprofessionals. En ook een forum. Een forum om de vele aspecten van water te bespreken. Want u zit hier en u heeft misschien elk weer een eigen deelgebied waarvan u afvraagt, zijn er misschien raakvlakken met anderen die ook met water bezig zijn, maar die van een hele andere kant misschien kent. Wij kennen water, we gebruiken het als drinkwater. We hebben water nodig voor de sanitaire voorzieningen. We hebben ook water nodig voor de landbouw, voor de irrigatie, voor de industrie, voor de mijnbouw. We hebben water nodig om mogelijk te kunnen exporteren. We hebben water hier zo om de recreatie te bevorderen. Toerisme. Het is zo divers, milieuaspecten, u kunt ze allemaal opnoemen. En dat werd bedoeld net met de term integraal waterbeheer. Waar zitten die gemeenschappelijke belangen? Waar zijn de verschillen in? En hoe beslechten we dat? Hoe lossen we dat op, zodat we met z'n allen het zo kunnen aanpakken dat het een verstandige benutting is van deze hulpbron? Waterforum Suriname dus, daar staan we voor.
Wat hebben we dan bereikt de laatste 2 jaren? Of zullen we maar even gemakshalve terugblikken, het laatste jaar? Want vorig jaar hebben we u al verteld wat we in 2013 hebben gedaan. Nu 2014, eind van het jaar gekomen. Een van de belangrijke zaken is natuurlijk je eigen huis op orde hebben. Wij als Waterforum Suriname zijn een stichting. Waterforum Suriname met een bestuur. En dat bestuur bestaat wel uit mensen met een passie voor water. Maar we zijn ook allemaal met ons eigen ding bezig. In je day-to-day business hebben we allemaal andere aspecten die ons bezighouden. Daarom moet je eigenlijk toch een goed huis, letterlijk een plek hebben van waaruit je kunt functioneren. En je moet mensen hebben. Je moet professionals hebben die zich voortdurend kunnen inzetten op datgene wat we willen bereiken, wat we willen uitdragen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want er zijn wel zeer capabele mensen, jonge mensen van de universiteit waar we willen recruteren. Maar die mensen moeten ook iets te eten hebben. Je moet ze ook dus een salaris kunnen bieden. En helaas als stichting, penningmeester, we bulken nog niet echt van het geld op onze rekening. Jij kijkt een beetje bezorgd. Wij hebben een prachtig plan klaar hoe ons secretariaat, zoals we het genoemd hebben, eruit zou moeten zien. De bemensing, de doelstelling, wat we allemaal activiteiten gaan doen. En u mag het weten, we zijn driftig op zoek naar sponsoren om dat te helpen uitvoeren, zodat we ons huis, onze eigen mensen kunnen realiseren. Wat hebben we nog meer gedaan afgelopen jaar? Een van de zaken die ons nauw aan het hart ligt is de watervoorziening op scholen. Als we naar de scholen kijken waar onze jeugd hun opvoeding moet halen, met alle respect voor de overheid en andere instanties die zich uitermate inspannen om een goed onderwijs te bieden, goede faciliteiten, kijken we soms naar die sanitaire voorzieningen, naar de watervoorziening en dan valt het tegen. En soms is het best wel een beetje erbarmelijk. En wij als Waterforum hebben gezegd, misschien moeten we ook helpen om concreet. Maar anders praten we heel veel over duurzaamheid, hè, over 20 en 50 jaar. Maar wat about vandaag de dag, als kinderen hun klas moeten ophouden en zich dus niet op hun lessen kunnen concentreren. Dat kan ook niet. En natuurlijk kunnen we als Waterforum niet even alle 300 lagere scholen van Suriname van goed drinkwater en van goede toiletten voorzien. Dat begrijpen we. Maar we willen aanzet geven zodat in de gemeenschap ook duidelijk wordt. Er moet wat gebeuren en wie een steentje kan bijdragen aan de overheid, aan de religieuze leidinggevende van scholen. Die moet dat vooral niet nalaten. Dus wij zijn ook bezig geweest om een project te ontwikkelen voor de OS Rahan school. De nieuwe grond. Dus we hebben dat dossier ook al gereed. En ook daar zijn we op zoek naar sponsoren. Dus als u straks weggaat en u denkt ik heb nog een paar duizend dollars over voor de kerstdagen, doneert u het. Het gaat naar de OS Rahan school. Het is een grapje natuurlijk, maar we zijn bezig met serieuze sponsors te zoeken. Oké, wat hebben we nog meer gedaan? Misschien kunt u zich nog herinneren, in de maand juli hadden we toch wel een hele interessante discussie over de mogelijkheden van waterexport voor Suriname. Export van water. Is dat for real? Is dat iets voor Suriname? In de eerste plaats omdat Stichting Waterforum vandaag haar 2-jarig bestaan mag herdenken. En ook omdat vandaag een student, waarvan ik ook niet weet wie, een bijzondere prestatie zal leveren en een speciale award daarvoor in ontvangst mag nemen. Deze award zal worden toegekend omdat deze studenten een afstudeerverslag hebben mogen schrijven. Welke betrekking heeft op een van de thema's betrekking hebbende op het geïntegreerd waterbeheer in Suriname. Zoals u weet, de heer Hendori heeft het al aangegeven, Stichting Waterforum Suriname zet zich in voor duurzaam waterbeheer in Suriname. Duurzaamheid is een thema welke ons ook nauw en met ons bedoel ik de Fadum aan het hart ligt. Wij vinden dat het een verantwoordelijkheid is om duurzaamheid te laten doordringen in alle aspecten van het samendoen. En om grond daarvan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wij mogen dan ook heel trots zijn dat wij als eerste Surinaamse financiële instelling zich heeft aangesloten bij de United Nations Environmental Program. En dit is het United Nations Environmental Program is een wereldwijd partnership tussen de United Nations en de financiële sector. Hierbij hebben meer dan 200 toonaangevende instellingen, waaronder banken, verzekeraars en fondsbeheerders, zich aangesloten.
En in primair is het doel om een stukje duurzaamheid te creëren via een stukje beleid vanuit deze sector. We zijn in dit kader ertoe overgegaan om als sponsor van de E.T. Saimuxiong Water Award op te treden. Weilen Erwin Saimuxiong was een gezaghebbende autoriteit op het gebied van het gebruik, verbruik van water en voornamelijk waterbeheer. Het instellen van een award die naar hem is genoemd vinden we dan heel prijzenswaardig en uiteraard terecht. Met de uitreiking vandaag van deze award is de eerste stap gezet in de uitvoering van waar wij toe ons in UNEP-verband hebben gecommitteerd. We hopen hiermee dan ook een bijdrage te kunnen leveren zodat jongeren meer betrokken worden bij het geïntegreerd waterbeheer in Suriname. Dames en heren, tot slot van mijn toespraak ben ik natuurlijk verheugd dat wij hier deel van mogen uitmaken. En ik kijk natuurlijk ook uit naar het uitreiken van de award aan de winnaar van deze eerste award. Toen we ervan in kennis werden gesteld dat het Waterforum Suriname van plan was een award uit te richten, uit te reiken aan studenten voor de beste watergerelateerde scriptie, waren we direct enthousiast. We hebben het inderdaad, zoals meneer Hindori zei, geformaliseerd. We hebben een overeenkomst getekend. En ook dat ging vrij vlot. We hoefden niet twee keer na te denken om onze handtekening onder dit document te plaatsen. Waarom hebben we dat gedaan? Water is, zoals al eerder gezegd is, een van onze meest belangrijke natuurlijke hulpbronnen. En als we middels een samenwerking met in dit geval dan Waterforum studenten kunnen stimuleren en waarderen om te excelleren bij het verzetten van watergerelateerd wetenschappelijk onderzoek, dan zijn we uiteraard direct enthousiast. Het sluit ook heel mooi aan, dit initiatief, bij de missie en visie van onze universiteit. Ik zal het heel kort daarover hebben. De missie van de Anton de Kom Universiteit die luidt kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap. En dat is nou precies wat wij hier doen, hè? We hebben dat geformaliseerd. Het is een stukje kennis maken, kennis delen in duurzaam partnerschap. Ik heb al een beetje verder zitten denken, hoor. We gaan veel meer doen dan alleen maar die award in de naaste toekomst. We gaan daar samen aan werken. Ik zie een heleboel belangrijke stakeholders hier in de zaal. Ja, ze ook wel kunnen helpen om toe te gaan naar het verstrekken van een water-related scholarship aan de beste afgestudeerden die dus een water-gerelateerde scriptie heeft geproduceerd. En ik denk dat we dat wel snel kunnen realiseren. Het is sowieso heel belangrijk voor ons land dat we meer hoger kader gaan afleveren. Dat beschikt over een stuk deskundigheid om onze waterbronnen veel beter te gaan beheren en benutten. De visie van onze universiteit die zegt dat we gaan voor duurzame ontwikkeling middels hooggekwalificeerd wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening. En ook nu weer zien we dat wordt middels zo'n initiatief heel goed gestimuleerd. Want studenten vinden het natuurlijk ook wel heel fijn als ze gewaardeerd worden voor dat stukje extra inzet, extra inspanningen die ze plegen. Vaak doet het namelijk ook iets langer als je topkwaliteit wil afleveren. En we zijn heel blij dat er toch studenten zijn die zeggen van nou, ik ga niet ervoor om snel af te studeren, ik ga niet voor het makkelijkste, maar ik wil iets doen waar ons land heel veel aan heeft. We hebben nu twee genomineerden. Ook ik weet niet wie die award krijgt. Ik heb evenals meneer Hindori en meneer Linger ook niet daarmee willen bemoeien. Dat laat het een verrassing blijven. We horen het wel. Maar ik ben ervan overtuigd dat inderdaad op een objectieve manier is gekeken naar wat geproduceerd is door de studenten. Dat betekent natuurlijk niet dat degene die op de tweede plek is ook die hard heeft gewerkt, maar er kan maar één winnaar zijn. Goed, Suriname is zoals we allemaal weten een gezegend land wat betreft onder andere onze zoetwatervoorraden.
En het is natuurlijk heel belangrijk dat we dit niet gaan verpesten, maar dat we deze natuurlijke hulpbron zo goed mogelijk gaan benutten en beheren. Ik wil het hierbij houden. Ja, en bedankt. De ontvluchte verdachte Oyadeli Jona alias Ootje is wederom aangehouden en achter slot en grendel geplaatst. Hij is gistermiddag door een speciale eenheid van de politie aangehouden. Oyadeli Jona wist in de nacht van 5 op 6 december te ontvluchten uit het cellenhuis van het politiebureau Latour. Met de aanhouding van Jona zijn al 2 van de ontvluchte arrestanten terug in handen van de politie. En een onderinspecteur van politie is in het belang van het onderzoek naar deze 6 ontsnapte arrestanten van politiepost Latour uit zijn functie gesteld. Dit wordt bevestigd door inspecteur Humphrey Naarde, hoofd van de PR-afdeling van de politie. Volgens Naarde achtte het korpschef het nodig de inspecteur buiten functie te stellen. Op grond waarvan de leiding het besluit heeft genomen, kon Naarde niet aangeven. In de nacht van 5 op 6 december zagen 6 arrestanten kans het cellenhuis te ontvluchten door spijlen van het traliewerk door te zagen. De ontdekking werd pas zaterdagochtend tijdens de dienstwisseling ontdekt. Van de 6 arrestanten zijn 2 intussen aangehouden, namelijk Guillermo B. en Oyadeli Jona. Terwijl u naar deze beelden kijkt, heeft dan de feestelijke opening plaatsgehad van de kunstgrasveld, de Casialaan Houttuin. Het is de 3e welke vandaag opgeleverd wordt en de regering heeft plannen om in totaal 10 velden op te leveren in stad en district. We spraken hierover met de heer Faisal Abdulgafoor. Hij is voorzitter van Task Force Sportaccommodatie. Heer Faisal Abdulgafoor, we begrijpen dat er vanmiddag wederom een kunstgrasveld wordt opgeleverd en nu de Houttuin. De hoeveelste is dit? Het is de 3e kunstgrasveld die wordt opgeleverd. We zijn op 27 november gestart Belfima. En we zijn doorgetrokken 2 december tot het plein van 12 mei. En vandaag zijn we de Houttuin om 3e kunstgrasveld opleveren en vervolgens gaan wij op 16 december Albuflo te Biekhuizen opleveren en de andere 6 kunstgrasvelden die worden in januari opgeleverd. Ja. Uit de verschillende velden waaruit jullie konden kiezen de Houttuin, voor welke hebben jullie dan gekozen? Dat is aan de Casialaan, het veld van de SV Houttuin. Er zijn daar een heleboel omliggende scholen. U weet dat Resort Houttuin een heleboel jongeren heeft en we hebben niet geaarzeld en we hebben met die gebruik gemaakt. Overigens, elke middag als je ook daar rijdt, dan zie je dat hoeveel jongeren gebruik maken van die accommodatie. En we zijn van mening dat dit voor de jeugd is, dus accommodaties waar veel jongeren gebruik van maken, moeten in aanmerking kunnen komen hiervoor. Ja, en hoe lang zijn jullie bezig geweest met de werkzaamheden tot de dag van vandaag? De werkzaamheden te Houttuin zijn ongeveer anderhalve maand terug gestart, waarbij de KNVB in samenwerking met lokale aannemers is begonnen met de voorbereidingen. En vandaag is het groot moment waarbij SV Houttuin, de jeugd van SV Houttuin, de jeugd van Wanica, gebruik mag maken van een kerstcadeau, namelijk een kunstgrasveld. Wat is het voornaamste doel waarom jullie toch dit project doen? Nou, deze regering investeert in sport, omdat wij vinden dat sport bindt, sport maakt vrienden. En alle organisaties die zich bezighouden met sportontwikkeling, die zich houden met bewegen, moeten de nodige ondersteuning krijgen van de overheid. In dat kader hebben wij gezegd dat er 10 mini kunstgrasvelden komen in kinderrijke buurten, jeugdrijke buurten. Omdat wij van mening zijn dat de bevolking meer moet bewegen. Dus het doel daarvan is om ervoor te zorgen dat
op de eerste plaats de Surinaamse bevolking kan bewegen en op de tweede plaats dat zoveel mogelijk jongeren gebruik kunnen maken van deze accommodaties. Ja. Maar als voorzitter van Task Force Sportaccommodatie, welke andere zaken doen jullie toch om die sport tot echt ontwikkeling te brengen en om de doelen die u daarnet opnoemde na te streven? De naam zegt het al. De regering heeft in februari dit jaar een taskforce onder leiding van mijn persoon geïnstalleerd. En we hebben de opdracht gekregen om in een versneld tempo sportaccommodaties die in een slechte toestand verkeren te rehabiliteren. En CQ in kinderrijke buurten zoals de 10 kruivelden die neergezet worden, nieuwe bij te bouwen. In dat kader zijn we gestart met een aantal projecten. We hebben binnenkort de oplevering van een sporthal aan de hockeystraat in de Sarangolangweg. We zijn gestart met SOSIS, daar komen er 4 multifunctionele sporthallen. Ook de omrassering te SOSIS is geplaatst. Op planning start zijn voor Tamega Sporthal. U weet dat in februari de president de toezegging daar had gedaan. We zijn bezig met het opzetten van 7 speeltuinen. De toestellen die zijn al gearriveerd. We wachten nog even op de weersomstandigheden om te starten met de werkzaamheden om ze te plaatsen. Verder zijn we ook de boven Suriname bezig zijn om 3 velden in 3 dorpen te rehabiliteren. Daar wordt een voetbalcompetitie neergezet. Ook het sporthal te Blauwgrond wordt aangepakt. En zo zijn er nog tal van projecten die we vanaf februari hebben opgestart en wij hopen ze binnen deze regeringsperiode nog op te leveren. Ja. Wat we opmerken, heer Abdulgafoor, is dat we met alle pracht en praal vaak genoeg onze sportaccommodaties opleveren, maar het onderhoud daarvan na jaren zien we dat dat toch wel achterblijft. Wie moet toch nu erop gaan toezien van de locaties die u daarnet allemaal opnoemde en ook de kunstgrasvelden, dat die ze allemaal toch onderhouden blijft, zodat het nog jaren goed in gebruik kan zijn? Er bestaat een goede samenwerking tussen het ministerie van Sport en Jeugdzaken, het ministerie van Openbare Werken en Surinaamse Sportontwikkelingsfonds. Omdat wij van mening zijn dat alle middelen die bestemd zijn voor sportaccommodaties effectief en efficiënt ingezet moeten worden. In dat kader heeft het ministerie van Sport en Jeugdzaken de criteria nog strenger gemaakt. Organisaties die in aanmerking willen komen om een sportaccommodatie te beheren die van de overheid zijn, moeten bij indiening van hun verzoek een beheers- en onderhoudsplan ook indienen. We zijn gestart met een model waarbij samenwerking met Surinaamse Sportontwikkelingsfonds en het bedrijfsleven en het ministerie alvast de 3 kruivelden, parasitale bedrijven te zoeken of bedrijven te zoeken die deze velden kunnen adopteren voor onderhoud voor de komende jaren. Zo heeft de Belfima, staatsolie, heeft daar geadopteerd en voor de komende 5 jaar is de onderhoud gedekt. De plein van 12 mei heeft Telisuur dat gedaan en vandaag zal dat ook gebeuren. Daar zal Rudisa het veld daar adopteren om voor de komende tijden onderhoud garant te stellen. Ik wil vanuit deze plaats andere bedrijven opnoemen om zich te plaatsen in dit rijtje, omdat conformatief aangeven dat onze accommodaties, Tamega Sportal en tenminste was SOSIS er ooit iets prachtig uitzag, maar door slecht beheer en onderhoud heeft gemaakt dat deze accommodaties in een slechte staat nu verkeren. Dus de overheid heeft een plicht, we kunnen het alleen doen. Ik roep vanuit deze plaats het bedrijfsleven op, maar ook de mensen die gebruik zullen maken van deze accommodaties, de buurtbewoners, iedereen die een bijdrage kan leveren om onderhoud om onze prachtige velden die we gaan opleveren om het zo goed en mooi te houden, roep ik vanuit deze plaats op om mijn verantwoordelijkheid in te nemen, zodat we over 5 of 6 jaar in dezelfde staat zijn. Tot slot, heer Abdulgafoor, wat is toch dan de oproep die u van hieruit met name vandaag wil plaatsen richting Sportminded Jeugd van Houten, gelet op het feit dat daar het veld toch vandaag wordt opgeleverd? De overheid heeft een plicht. Wij zijn van mening dat sport toegankelijk moet zijn voor alle Surinamers en het moeten
representatieve sportaccommodaties zijn. Vandaag wordt eentje opgeleverd te Houten. Dus ik roep vanuit deze plaats alle buurtbewoners van het resort Houten, in het bijzonder de jongeren van het resort Houten, op sport. Zorg ervoor dat je sport bent, laat je beter studeren op school, laat je vrienden maken, je bent fit en je kan ook beter presteren in de maatschappij. Om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze kans die deze regering jou biedt om te sporten. En dan zal je zien dat jouw ontwikkeling in de maatschappij middels het beoefenen van sport een heel andere vooruitgang zal hebben. Helemaal goed, heer Abdelghafoor. Dank u wel en heel veel succes. Dank u wel. Een 19-jarige Braziliaanse gouddelver is op 7 december zwaar gewond geraakt aan zijn rechterarm. Hij raakte gewond nadat hij een jachtgeweer afvuurde die daarbij uit elkaar spatte, de zogenaamde backfire. Deze tiener had een jachtgeweer gevonden, de Chilepassi, in het Stuwmeergebied. Hij maakte het wapen schoon en besloot daarmee op jacht te gaan. Bij het afvuren van het eerste schot spatte het wapen uit elkaar en raakte de 19-jarige zwaar gewond. Hij is intussen naar de stad overgebracht voor medische behandeling. Balletschool Marlène die presenteert op 19, 20, 21 en 22 december aanstaande de End of the Year Celebration. We praten hierover met de directeur van Balletschool Marlène en dat is dan mevrouw Marlène Lialing. Mevrouw Marlène Lialing, Balletschool Marlène die presenteert de End of the Year Celebration. Mogen weten wat deze celebration precies inhoudt? 17e Family Christmas Show in 2014. En de titel is natuurlijk iets anders. The End of the Year Celebration is ontstaan doordat de docenten die hier bij elkaar het idee hebben gevat van laten we iets anders doen. En van het een is het andere gekomen. Voor de kleine kinderen hebben ze dan gedacht van nou, alle kinderen zijn helemaal weg van Frozen. Laten we kijken hoe we dat kunnen vervatten in een verhaal. En toen is er dus een heel mooi Surinaams verhaal ontstaan. Wat we altijd aan het eind van het jaar meemaken is dat je familie je komt opzoeken om kerst met je te vieren. En het oud opnieuw ook. En in Suriname is deze tijd natuurlijk de mooiste tijd. Het verhaal is dan ook dat Isabel zich helemaal verbeeldt dat ze Anna is van Frozen. En ze denkt van mijn zuster die studeert in Holland. En hoe zal het zijn als wij hier in Suriname ook ijs en sneeuw kunnen hebben en zo. En zo gaat het verhaal. En vandaar dat de kinderen dan ook delen uit Frozen. Presenteren, want ze droomt dat heel ding zo. Ze verbeeldt zich dat. En dan kan het publiek ook genieten en de kinderen ook. Na de pauze krijg je dan het andere. Waarbij de zuster verrast haar. Ze komt plotseling naar Suriname. En dan gaan ze even kijken naar de Family Christmas Show. En dus binnen de Family Christmas Show worden er ook dansen gedaan. Daarna krijg je, we moeten dus nu een bommel gaan kopen of vuurwerk gaan kopen. En dan gaan ze dat doen. En dan wordt het weer enthousiast met, wat gaan we dan dansen? Hè? Dan dansen ze nou meer die Sranansani. Okay. En dat is dus in feite hoe we eindigen met de Pagara vuurwerk, et cetera. En de street party wat we hier hebben in Suriname. Dus dat is in feite the end of the year celebration. En welke boodschap is vooral hierin allemaal meegenomen? Wel, wij, vanaf dat we zijn begonnen met de Family Christmas Show, willen graag alle mensen een hele blijde kerst geven. En hoe doe je dat? Dan kom je naar het theater, dan begin je in feite te kijken naar hoe de kinderen dat allemaal aan
onze gemeenschap wil geven. Dat ze hun energie stralen en de blijdschap. Dan gaan de mensen zich ook blij voelen. En vredig zijn en met elkaar samenwerken. Dat zijn de dingen die ze erg voor hun als stimulans ook naar de anderen willen overbrengen. Ze laten dus natuurlijk ook zien wat hun vorderingen zijn van dit afgelopen jaar. En dat is wel belangrijk. Het zijn kindertjes vanaf 4 jaar. En ja, het zijn een heleboel nu. Suriname heeft veel jonge kinderen. En wij zijn ook blij dat we daar in die kunstopvoeding richting dans zo'n grote bijdrage kunnen leveren aan de vorming van een beter Surinaams kind. 17 jaar geleden bent u hiermee begonnen. Het is de 17e Family Christmas Show. Ja. Merkt u dat het allemaal is gaan groeien, de acceptatie ook in de gemeenschap? Ja, het is natuurlijk gaan groeien. Waarom? Ik heb gezien dat, en dan zeggen alle mensen meedoen. Alle ouders brengen hun kinderen nu hier. Het is niet meer dat je soms een beetje geselecteerde groep had. Nee, all over. Iedereen komt naar hier. Het is echt het Surinaams kind geworden. En ja, in die hele periode zijn we ook gegroeid. Want ik heb dus nu ook docenten klaargemaakt. En die doen dus nou al dit soort dingetjes. Kijk, voorheen was het Marlene, maak choreografieën. En dan hadden we 2 anderen. En nu zijn het ze met z'n 5. En dus die hebben dan dit helemaal in elkaar gezet. Ze moeten ook leren, oh ja, dan is kostuums. Wat past, wat is leuk, wat zullen ze, weet je. Dus alles. Ik maak me erg trots op de Surinamers die dus hier zijn gebleven, die hier echt als hobby toch semi-professioneel tot professioneel werken en dat ze zo'n grote bijdrage kunnen leveren om dus bijna 200 kinderen, of nou zeggen 200, die allemaal meedoen, ook met de company doet ook mee, maar dat ze allemaal zo'n bijdrage leveren om de Surinaamse gemeenschap zo'n fijne kerst alvast te geven. Mevrouw Lialing, we staan enkele weken gescheiden van het eind van het jaar 2014. Hoe blikt balletschool Marlene toch wel terug naar dit jaar? Een heel fijn jaar. Hoe zal ik zeggen, ik ben heel erg trots en blij met mijn kindertjes die allemaal hier komen. Ze laten zien dat ze echt discipline hebben. Ze laten zien dat ze nu vanaf 3 jaar echt al zo ver zijn dat we bijna niets hoeven te zeggen. Het is zo fijn om met de jonge kinderen te werken. Dus ik zou zeggen van nou, voor ons is dit jaar een fantastisch jaar geweest. De show is gepland voor 19, 20, 21 en 22 december in Theater Thalia. Waar kunnen de mensen terecht voor hun kaarten? En wat kost een kaart? Een kaartje kost 40 SRD. Dat hebben we nog steeds zo gelaten. Want we proberen via sponsoring toch dat de kosten die heel hoog zijn lager te houden. Waardoor we het publiek kunnen uitnodigen om iets voor een bedrag van 40 SRD de show te kunnen volgen, maar wij verdienen natuurlijk geen 40 SRD, dat weet u zelf. Ja, ja. En ze kunnen hun kaartjes halen bij Sun Eyes aan de Wilhelminastraat. We hebben 1 locatie maar. Okay. Mevrouw Lialing, tot slot, wat is namens mevrouw Marlene Lialing, maar ook namens Balletschool Marlene, toch wel de boodschap, maar ook nog de wensen? Wij wensen een ieder een geweldige kerst toe en een sprankelend nieuwjaar. Gaat u allemaal in vrede en gaat u allemaal met elkaar het leven verder in. Heel mooi gezegd, mevrouw Marlene Lialing, mag ik u heel hartelijk dank zeggen. Heel veel succes toewensen met uw end of the year celebration en voor het komend jaar ook heel veel succes. Dank u. Dank je wel hoor. Er wordt niet bij stilgestaan wat de teelt van rozen of sierteelt voor Suriname kan betekenen, is de mening van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Suresh Algu. De minister bracht op 10 december een bezoek aan het rozenteeltbedrijf Surigreen te Leiding 18.
Jaarlijks worden er ongeveer 3 miljoen rozen geïmporteerd, zegt de afdeling voorlichting van LVV. Volgens de minister zal met de teelt van rozen in kassen het fabeltje dat het niet mogelijk zou zijn rozen te telen in Suriname voor de lokale markt en export uit de wereld geholpen worden. Eerst trachten de lokale markt te voorzien, luidt het advies van de minister. Na Surigreen wordt ook de Saramaka en de Sumatraweg aan commerciële rozenteelt gedaan. Dit is bij lange na niet genoeg om de lokale markt te voorzien, meent Primbinda, voorzitter van de Stichting Tuinbouw en Rozen Suriname, Stichting Ter Suriname. Met 10 tot 12 bedrijven zal dit haalbaar zijn. Samen met het ministerie zal naar mogelijkheden gekeken worden hoe invulling te geven aan het doel van deze stichting, namelijk het stimuleren, dan wel bevorderen van de teelt van snijbloemen, met name rozen en gerbras, en hierdoor het terugdringen, dan wel vervangen van de import van snijbloemen.